Attentie, attentie, allemaal goedemiddag. Ik wil even degene die springen willen oproepen zich hier in te schrijven. Kantoor is de hele middag open. Hier achter de planken iedereen zich inschrijven. Junioren, senioren en dames. Naar de zeemplaats Leegwallen. We gaan beginnen ook met de senioren. En dan de volgende springer, Bert Kaptein. Nou, de stok zijn verschillen vandaag het letters. Let op, vol in pak, haal de boel erover, het is. Dat is een sprookje. Hey, Piet van Twisk is de volgende. Ja, dan gaat Piet van Twisk tegen geleden een speciale waterdichte overlaag getrokken voor de kou. Kom op Piet, concentratie. Vier naar die overkant. Aardig idee. Los. Rob de Vries is de volgende. Robin de Beukeren. Rob de Vries. Ik weet niet dat het droog geweest is. Zijn hand heeft het nog niet. Hij mag de stok vasthouden. Van de Lee is de volgende. Van Rob de Vries. Hans gaat even kijken wat hij er aan doen kan. Thank you.
Nou, daar gaat hij. Een van de beteren van het dorp. Let op. Grote klasse. En nog droog over. Arie Dekker. De volgende. Arie Dekker. Naar de plank. Hans Koppers sprong 11 meter 50. 11,5 meter Piet. Voor Hans Koppers. Arie Dekker, wil je onmiddellijk melden? Je moet naar de overkant. Arie Dekker. Van de Stapel Holland, BV. Ik ben 5 keer 10 gekregen van VBK voor het betere grondwerk. Oh, 250 gulden van de VBK, dat is een betere werk. En 5 keer 10 van Café de Rode Leeuw. En mocht er nog iemand zijn wie het geld in de zak brandt, kom hier en stel wat beschikbaar. Dat is ook nog oude gekregen met Fred. Ted Kommers is de volgende. Nou, en hier komt Arie Dekker. Een van de kanonnen uit de Lange Dijk in omstreken. Jij hebt een vak geleerd van Piet Verhoef junior. Nou, en daar gaat hij, Arie Dekker. Ja, los, los. Dekker ligt ook te water in de Vrijhoek. Te water vindt. De Ted Kommers, een laatste van de eerste serie senioren. Nou, en daar komt Ted, een jongen met een enorme sprong in de benen. Vorig jaar belandde hij nog in de groentetuin van Van Dam. Kijk of hij nou deze kant van de dijk blijft. Zet hem op ditje. Nou, en daar gaat hij, let op. Trots van de zeven omstreken. Kijk eens even hoe dat gaat. Ja, dat is goed voor 13 meter, gegarandeerd. Mooi sprong dit. 10 meter 40. En dan krijgen we nu de toekomst, het postelgebied, de junioren. En de man die daar op de plank ziet staan is André Nieuwe. Nou, en André is even gaan kijken hoe het water in Schermhorne was. De volgende is Johan Rus. Johan Rus, meld je voor de plank. Vanochtend al op trainen was je Purmerend, dus hij is de nattigheid een beetje gewend. Frank, zet hem op, je meisje staat erbij hier, die leidt helemaal met je mee. De buiker in. Daar gaat Frank. Goed zo, Frank. Johan Rus. Oh, die staat er ook. Nou ja, Frank is ook genoeg met. Voor de tweede stroom van straks, die moet nog een keer. Nou, daar gaat Johan. Ja, hij komt er, hij komt er. Draad de glas, Johan. Hij de volgende is Jacques. Jacques van der Leyen, want Freek Groot die durft niet meer. Freek heeft het bekijken en die de moed is in de schoenen gezakt. Je kan geschrapt worden, Piet. Frank Groot die doet het weer. En je ziet dat er een springer. Ja, de hand vast. Jammer, net niet. Tim Koekhoven is de volgende die gaat proberen.
En dan zien we een speler licht geblesseerd geraakt. Die wordt meteen keurig verzorgd door Dirk de Jong. Onze EHBO-figuur. We pauzeren even dat Jan Rus weer opgelapt is. Maar die ligt er nog aan de andere kant van het water. André Braas wil zich even melden, want... Nou, dan gaat Tim, onze laatste junior. Let op. Ah, wat een schoonheid. Dat is jammer, Tim. We gaan nu beginnen met de dames. De eerste die de rij opent is Francisca van der Wunde. Los. Goed zo. Jammer, net niet over het doelpunt. Irma Deim is de volgende. Irma Deim op de plank. Het publiek hier die moet er helemaal op. En de laatste van de dames is Jacqueline van der Lee. Nou, dan gaat Francis voor de tweede sprong. De eerste dame moet de overkant nog halen. Ja, dat is gebeurd. Keurig. Nou, je bent trouwens weer, maar je bent al nat. Dus ik kan jou weinig meer gebeuren. Nou, dan gaat Irma, tweede sprong. Let op, hij zit zelf als eerste, grote klasse. De Jacqueline van der Lee is de laatste dame.
Stiekem elkaar. De stoop wordt met uiterste precisie neergezet. Daar gaat wat tijdje zitten. Meestal zijn de sprongen sneller klaar. We zullen eens even kijken of Jacqueline de overkant weet te halen. En daar gaat ze, wat een snelheid. Nee, kom weer niet over het doorpunt, jammer. Dan gaan we nu met de heren beginnen. En Jan Brandjes, open de rij. Jan Brandjes. Jan houdt erin op bezoek, daar gaat hij. Dan stoppen we Jan weer niet. Dus hier de speciale de blank, Mister Uitgeest. Ja! En daar gaat hij. Nou, en dan ook Jan, grote klasse Jan. De volgende is Ted Kaptein.